Of het nou om postzegels, sigarenbandjes of gewoon voetbalplaatjes gaat, er wordt flink wat afgespaard. Enkele fanatiekelingen jagen naar iets wat apartere verzamelobjecten. Deze week in 't is wat, een serie bijzondere verzamelingen. Dit is de gang van Nel Bakker uit Leiden. Nel verzamelt theelepels. Ja, ik vind het altijd wel gezellig. Gezellig? Ja, als je binnenkomt, de voordeur, dan, ja, het heb iets. Ik ken het niet uitbeelden, maar het heb gewoon weer iets. Moet je maar eens kijken hoe groot er allemaal die grote lepeltjes ook staan. Moet je eens kijken hoe mooi dat allemaal is. Zo'n suikerlepeltje, dat vind ik ook altijd leuk. Dan, ja, dat hoort ook. Er staat wat op. Dus Leiden, allemaal van Leiden. En Koninkhuis. Drank geen één dubbel erbij, dat is toch ook mooi? Welk lepeltje is je favoriet? Ja, een lepeltje van Frans Bauer natuurlijk, hè. Daar ben ik fan van. Frans Bauer. Frans Bauer heeft zijn eigen theelepel. Ja, wat denk jij dan? Welke is dat? Maar als hij zo hoog hangt, je favoriete lepel, ja, dan kun je daar toch niet van genieten? Natuurlijk wel. Hoe dan? Gewoon, hij hangt er. En als ik er dan wel eens langs loop, dan denk ik, hoi Frans, zeg ik dan. Ja? Ja, dan zeg ik, hoi Frans. En dan? Nou, dan ga ik even naar de slaapkamer en dan ga ik even een cd'tje draaien van hem. Mooi voor ons. Aan duizend dromen. Ben toch terechtgekomen. Ik weet, geen weg meer terug. Kijk, ik spaat ook geboortekaartjes, maar dat hangt en die geboortekaartjes, ja, die doe je in een boek en die leg je weg. Dit zijn ze. Ja. Dat is ook iets van, ja, ook ingeslopen. Wat is er zo leuk aan verzamelen? Ik denk dat het een gekte is of zoiets. Ik weet het niet. Een gekte? Ja, ik weet het niet hoor. Ik vind het altijd wel leuk. En nu is je man ook verslaafd? Die is zeker verslaafd, ja. Geraakt? Ja, aan aanstekers, aan munten, aan flesjes van die kleine flesjes drank. Drink je wel eens wat op van je verzameling? Nee, dat mag niet. Anders kreeg ik lekkere whisky. Jij bent dus eigenlijk aangestoken door je vrouw? Dat kan je wel zeggen, ja. Met de verzamelwoede? Ja, zeker. En wie van jullie twee is meer fanatiek? Zij, mijn vrouwtje. En wanneer is het klaar? Ik denk nooit. Nee? Nee. Maar de gang is op een gegeven moment vol. Dan ga ik ergens anders beginnen. Ik heb ook nog een slaapkamer en een keuken. Maar ik weet, er is geen weg meer terug. Zo, dat was Frans Bauer. Morgen in de serie Verzamelaars, Chris en zijn grote liefde voor tractoren.